Mag ik mevrouw Elsbeth de Jager uitnodigen voor haar toespraak? Ik was er zelf niet bij. Nou ja, indirect misschien een beetje. Want als kind van een kampkind voel je, hoor je, weet je, dagelijks van wanhoop, doodsangst, eenzaamheid. Bij jouw grote vader, die zocht naar veiligheid. Ik doe mijn ogen dicht. En voel dat kleine kind, dat zoekend, tastend, radeloos, nergens meer houvast vindt. Ik kijk weer om me heen, begrijp me niet verkeerd. Maar als ik nu de wereld zie, wat hebben we geleerd? Wat hebben we geleerd? Aan het einde van mijn toespraak zal ik proberen om een antwoord te formuleren op wat ik van de geschiedenis heb geleerd. Maar voordat ik zover ben, wil ik eerst op de volgende drie punten ingaan. Wat herdenken we vandaag? En waarom herdenken we? En waarom sta ik hier? Wat herdenken we vandaag? We zijn hier vandaag om de slachtoffers in de Japanse vrouwen- en jongenskampen gedurende de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië te herdenken. We denken aan hen die daar die oorlogsjaren niet hebben overleefd. En we staan stil bij het onvoorstelbare leed dat de eerste generatie tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië heeft doorstaan. Mannen en vrouwen die van elkaar werden gescheiden. Jongens die vervolgens bruut weggehaald werden bij hun moeder. Honger, angst, martelingen, urenlange appels in de hitte waren in de overvolle kampen aan de orde van de dag. En na de capitulatie van Japan was er geen bevrijding, geen opluchting. De vrede brak uit. Zo heeft mijn vader dat altijd verwoord. Van geweld naar ander geweld. Van oorlog naar een nieuwe oorlog. En vroeger of later volgde er dan een gedwongen vertrek naar Holland. Met alle ontworteling en ontheemding van dien. In het vaak onbekende Holland, u van de eerste generatie zult dit zeker herkennen, kregen de meeste mensen te horen: jullie hadden het tenminste warm. Of jullie hadden in elk geval geen hongerwinter. Er moest worden opgebouwd. Over de doorstane verschrikkingen werd meestal gezwegen. Maar niet erkend leed kan niet helen. Daarmee kom ik bij mijn volgende punt. Waarom herdenken we? De onlangs overleden Willem Nijholt zei in zijn toespraak in 2007: er gebeuren dingen in je leven die je zomaar weer kunt vergeten. Er gebeuren dingen in je leven die je nooit zult kunnen vergeten. Die als met een gloeiend ijzer in je geheugen en je hart zijn ingebrand. En zolang er slachtoffers zijn die met zulke ingebrande wonden rondlopen, moet er herdacht worden. In de hoop dat het nooit meer gebeurt, dat is ijdele hoop. Daarvoor hoeven we alleen maar naar Oekraïne te kijken. Misschien komen de woorden van Leo Vromans nog dichter bij het belang van herdenken.
kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Heeft dat dan zin? Altijd maar vertellen, herhalen, wenen? Ja, dat heeft zin. Het doet recht aan de mensen die deze verschrikkingen hebben doorgemaakt. Laat ze vertellen, als en zolang ze dat nog kunnen. Laat ze de laag van vernietiging die over hun ziel ligt uitspreken. En vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen wat ze hebben meegemaakt. Zij hebben immers ondergaan wat geïnstitutionaliseerd uitsluiten tot gevolg heeft gehad. Zij hebben hun hele leven met die gevolgen geleefd. Bovendien zijn zij de enigen die antwoorden hebben op talloze vragen van de generaties na hen. Hun ervaringen, hun antwoorden doen tevens recht aan die generaties. Aan de tweede generatie, die is opgegroeid met een onzichtbare oorlog thuis. Een generatie die alles voelde, maar niets wist. En aan de derde en vierde generatie, die zoekend zijn en tasten in een onbekend verleden. Omdat de eerste generatie niets anders kon dan zwijgen. Door te luisteren, te zoeken, bezig te zijn, ook met dit verschrikkelijke stuk verleden, kunnen de jongere generaties met hun eigen gevoelens van ontheemding leren omgaan. Willen we niet allemaal weten? Waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn wortels? Wie waren mijn voorouders eigenlijk? Wat is er in hun leven gebeurd? En waarom zijn ze geworden zoals ze zijn? Mijn eigen vader heeft een groot deel van zijn leven gezwegen. Hij heeft pas op heel late leeftijd zijn verhaal aan mij verteld, met het verzoek om dit voor de jongere generatie op te tekenen, zodat zij weten wat er is geweest. Naast talloze gesprekken gaf hij me daarvoor de beschikking over herinneringen die hij had opgeschreven en over een paar tastbare dingen uit zijn leven die in het kamp bewaard zijn gebleven. Hij vertelde me hoe zwaar de verantwoordelijkheid woog om als jonge jongen voor zijn moeder en zusje te moeten zorgen, maar ook hoe het voelde om van de ene dag op de andere bij hem weg te moeten en niet te weten waar hij heen ging. Voor hem was het een opluchting om eindelijk zijn verhaal te doen. Voor mij vielen de puzzelstukjes over mijn eigen leven en karakter op zijn plaats. Bovendien kwam ik via zijn verhalen over zijn vooroorlogse leven in Indië ook terecht in een soort tweede vaderland, het Indonesië van nu. Het deel van de wereld waar mijn vader en oma werden geboren en waar ze zijn opgegroeid. Waar ik zelf nu de melatti heb geroken, de tokke heb horen roepen, de sawa's heb gezien. En waar ik me meer thuis voel dan ik ooit had kunnen denken. Waarom sta ik hier? Als gastdocent voor de Stichting Tweede Wereldoorlog Zuidoost-Azië ga ik de scholen langs om het verhaal van mijn vader Hugo te vertellen. Ik vertel over de 11-jarige Hugo, die eerst met zijn moeder en zusje in de kampen Kramat en Chideng in het toenmalige Batavia zat. Op zijn 13e moest hij naar het jongenskamp Grokkel en al snel daarna ging hij op transport naar een mannenkamp. Bij mijn schoolbezoeken breng ik na deze geschiedenis altijd gesprekken op gang over oorlog en vrede en over het belang van tolerantie. Dat is de reden dat Thomas Ritmeester van het bestuur mij gevraagd heeft om hier vandaag te spreken.
De volle Jappekampen toen heb ik zelf natuurlijk niet meegemaakt. Maar ik ben wel in andere kampen geweest. In Syrische kampen. In kampen in Libanon, in Turkije, op Lesbos. Ik heb daar onder meer eten en kleding uitgedeeld. Mensen opgevangen. Medemensen die leven met oorlog. Kinderen die onveilig en met geweld opgroeien. Nu in deze tijd. Als dochter van mijn vader, als tweede generatie kind, wil ik benadrukken hoe belangrijk verdraagzaamheid is. Respect voor de ander begint al heel vroeg, met hele kleine dingen. En dat leg ik ook uit op de scholen. Ja, maar hij praat zo raar. Ja, maar zij heeft een ander geloof. Die komt uit het Midden-Oosten, joh. Dat zijn allemaal gevaarlijke mensen. Zo begint het dus, zeg ik dan. Mensen verschillen. Als we elkaar daarom veroordelen, doen we alsof de ene mens meer waard is dan de ander. Haat en nijd staan lijnrecht tegenover het hebben van respect voor elkaar. En respect kunnen we allemaal uitdragen. Moeten we zelfs uitdragen. Want als er één ding is dat ik heb geleerd, is dat het anders moet. We moeten zelf blijven nadenken. We mogen anderen niet klakkeloos volgen in het buitensluiten van mensen. Laten we in de plaats daarvan de verbinding zoeken. Elkaar verwelkomen en omarmen. Met al onze verschillen. En met alle verhalen en zoektochten die we hebben. Zodat wij, eerste, tweede en derde generatie, niet langer hoeven te buigen onder de verschrikkingen van ons eigen verleden of het verleden van onze voorouders. Maar dat we weer rechtop mogen staan. We mogen onszelf en de ander zien en aanvaarden. Met rechte rug en opgeheven hoofd. Dat is wat ik geleerd heb van de geschiedenis. Ik dank u voor uw aandacht.